Hi, Shari hier. Ik heb hier de SteelSeries Apex 7 mechanische toetsenborden liggen met 3 verschillende switches. Dus het systeem wat onder de toetsen zit. Maar wat doen die switches precies en voor wie is zo'n toetsenbord nou een uitkomst? Nou, dat ga ik je vertellen. Dit is dus de SteelSeries Apex 7, een high-end mechanisch toetsenbord. Het voordeel van een mechanisch toetsenbord is dat dankzij de switches je toetsaanslagen snel worden geregistreerd en je duidelijke feedback krijgt als je een knop indrukt. En hierdoor ga je niet snel verkeerde toetsen indrukken en kan je lekker doorhangen op je toetsenbord. Maar zo vertel ik jullie meer over de switches, maar allereerst geef ik jullie nog wat meer informatie over de specificaties van de Apex 7. Het toetsenbord komt met een zachte armsteun, heeft aanpasbare RGB-verlichting, instelbare macro-toetsen en je kan verschillende profielen instellen op je toetsenbord. En dit gaat allemaal gemakkelijk via de SteelSeries Engine software. En hier kan je bijvoorbeeld ook meteen het schermpje rechtsboven bij je toetsenbord aanpassen, want dat is een OLED-schermpje. Dat vind ik best wel een toffe feature, want zo'n OLED-schermpje zie je niet zo snel op een toetsenbord. Je kan hier afbeeldingen instellen, gifjes, maar ook bijvoorbeeld systeeminformatie tonen. Oké, over de switches waar ik het eerder over had. Als je kijkt naar de SteelSeries Apex 7, dan is deze in verschillende varianten beschikbaar. En het verschil zit hierbij in de switches van het toetsenbord. In het kort wat dit precies is. Een mechanisch toetsenbord bestaat uit mechanische schakelaars die afzonderlijk van elkaar werken. Dus hoe een toetsaanslag geregistreerd wordt is afhankelijk van het type schakelaar, de switch, wat onder jouw toets aanwezig is. Nou, de SteelSeries Apex 7 heeft de volgende 3 switches. Rood, blauw en bruin. Waar je verschil in gaat merken is hoe de toetsen aanvoelen, hoeveel geluid een toetsaanslag maakt en hoe snel een toetsaanslag geregistreerd wordt. Eerst de rode switches. Bij deze heb je het minst kracht nodig om de toetsen in te drukken en is er geen voelbare of hoorbare klik. Een voordeel hiervan is dat de toetsen snel reageren en ze weinig geluid maken. Nou, hierbij moet ik wel zeggen weinig geluid voor een mechanisch toetsenbord, want een mechanisch toetsenbord maakt over het algemeen meer geluid dan een normaal toetsenbord. Bijna geen weerstand in de toetsen is voornamelijk bij shooter games heel erg fijn, omdat je snel moet kunnen reageren. Een aandachtspunt is wel dat ik merkte dat ik tijdens het typen nog wel eens verkeerde knoppen indrukte, omdat er gewoon geen weerstand was. Dus je drukt heel makkelijk een verkeerde knop in. En dit maakt de rode switches wel iets minder geschikt voor typwerk. En dan de blauwe switches. En deze hebben zowel een voelbare klik als een duidelijke klikgeluid bij het indrukken van een toets. En ze worden ook wel de clicky switch genoemd. En door de voelbare en hoorbare klik kan je heel nauwkeurig typen. Nou, ik heb bijvoorbeeld mijn script uitgeschreven met dit toetsenbord. En ik merkte meteen dat het ontzettend fijn typen is, omdat je precies aanvoelt wanneer je iets indrukt. Nou, om deze reden zijn deze switches ook heel geschikt voor strategiespellen waar nauwkeurigheid belangrijk is. En als je bijvoorbeeld werk doet als programmeur waar je veel moet typen. Omdat deze toetsen meer weerstand bieden dan de rode switches, zijn ze minder geschikt voor shooter games. En je kan iemand in dezelfde ruimte als jij ook echt helemaal gek maken met je getik, want ze maken best wel wat geluid. Dus hou daar rekening mee. Tot slot de bruine switches, ook wel tactile switches genoemd. Deze hebben allereerst wel een voelbare klik bij het indrukken van een toets, maar geen luide klik. Deze switches zitten dus tussen de rode switches en de blauwe switches in. Ze zijn net wat minder gevoelig dan de rode switches en hebben net wat minder feedback dan de blauwe switches. Doordat er door het klikgeluid wel een type weerstand is, vond ik typen met de bruine switches ook goed te doen. Dus dit model is eigenlijk meer allround. En dit is voornamelijk geschikt als je veel verschillende type games speelt of als je veel moet typen. In het kort zijn de rode switches het meest geschikt als je veel shooter games speelt of spellen waar je snel moet reageren. Dan heb je de blauwe switches en deze zijn meer voor strategie games. Of als je naast het gamen veel typt omdat deze nauwkeuriger zijn. En dan heb je de bruine switches en dit is meer de allround keuze als je bijvoorbeeld veel verschillende type games speelt. De SteelSeries Apex 7 heeft verder ook een tankyless model. Dus modellen zonder numpad voor als je een klein toetsenbord wilt. En deze zijn ook verkrijgbaar met alle switch opties. Dus er zit voor elke gamer wat tussen. Alle linkjes van de toetsenborden kan je terugvinden in de omschrijving beneden. Nou, naar mijn mening is de SteelSeries Apex 7 een mooie keuze voor een mechanisch toetsenbord als je een iets meer high-end model wilt. Het is voornamelijk heel fijn dat je heel veel switch opties hebt, want dat heb je zeker niet bij elke gaming toetsenbord. En hij ziet er ook nog eens ontzettend stylish uit met het RGB verlichting, mooie armsteun en het interessante OLED schermpje. Nou, als ik voor een model moet gaan, dan zou ik voor het tankyless model gaan met bruine switches. Want ik vind wat kleinere toetsenborden heel erg fijn.
en ik speel voor verschillende type games en dan zijn bruine switches de beste match. Nou, welke van de toetsenborden past het meeste bij jou? Laat het weten in de comments beneden. En dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende!